Hallo, daar was ik weer. Ik ben Marianne van Stichting Kindgericht Werken en we gaan vandaag voorlezen uit de griezelbus van Paul van Loon, deel 1. Oftewel, de meester van het griezelen. Luisteren jullie mee? Instappen jongens, de griezelbus vertrekt zo dadelijk. En meester Maurice klapt in zijn handen bij de ingang van de grote bus die voor het schoolgebouw staat. De bus is helemaal beschilderd met afbeeldingen van spoken, skeletten en andere vreemde figuren. En op de zijkant staat met grote letters geschreven, de griezelbus. Een beetje aarzelend lopen de leerlingen naar de bus. Voor de school staan de ouders hun kinderen na te wuiven. Het is 6 uur 's avonds en het begint al donker te worden. Ze moeten wel om 10 uur weer terug zijn, roept de vader van Joris en Pieter. En meester Maurice wuift geruststellend naar hem. Maakt u zich geen zorgen. Om 10 uur staan we hier weer voor de school. Sander en Michiel lopen vooraan in de rij. En helemaal achteraan komen Annabel en kleine Lieselore met haar eeuwige handtasje. Iedereen giechelt een beetje zenuwachtig. Het is dan ook een bijzondere rit die ze gaan maken. Ter gelegenheid van de kinderboekenweek. Een rit in de griezelbus. Onder leiding van meester Maurice doet heel groep 7 van basisschool De Tulp gezellig mee. De griezelbus is een project van de schrijver Onno Val, een bekende kinderboekenschrijver. Hij heeft ergens een oude bus op de kop getikt, waarmee hij tijdens de kinderboekenweek door het land reist. Het voertuig is nogal roestig en zit vol met deuken, maar hij rijdt nog uitstekend. Een aantal basisscholen, waaronder De Tulp, heeft een uitnodiging ontvangen van een rit met de griezelbus. Dat is even spannend. Onnevol. Waar lijkt dat op? En ja, de kinderboekenweek. Ja, die hebben wij ook net gehad. Die is vorige week zaterdag. Was de laatste keer van de kinderboekenweek. En daar hadden we als onderwerp, wat wil je later worden? En nu gaat dit boek ook over de kinderboekenweek. Nou, kom, we gaan gauw verder. Sander stapt als eerste de bus binnen en kijkt nieuwsgierig in het rond. Veel ziet hij niet, want het is hartstikke donker. Er brandt geen licht en de ramen zijn verduisterd met zware rolgordijntjes. En het hoofd van Michiel verschijnt naast hem. Rare boel, fluistert Sander. Ik zie geen klap. Langzaam gloeien er lichtjes op boven de ramen in de voorste helft van de bus en worden de zitplaatsen zichtbaar. Het achterste gedeelte is afgesloten door een zwart gordijn. Doorlopen jongens, roept meester Maurice van buiten. De anderen willen ook naar binnen. Sander aarzelt. De verlichting van de bus is zo zwak dat hij nog steeds weinig ziet. Achter het stuur zit iemand met een pet op. Hij is mager en draagt witte handschoenen. Zijn gezicht is naar het raam gekeerd en hij kijkt niet om naar de binnenkomers. Vreemde kerel, denkt Sander. Zit hij nou te slapen of interesseert het hem niet dat wij binnenkomen? En hij kijkt over zijn schouder naar meester Maurice. Maar die is buiten de bus druk bezig, iedereen naar binnen te dirigeren. Kom op Sander, niet zo schijterig. En Michiel wurmt zich langs Sander en loopt het gangpad in. Sander wil zich niet laten kennen en loopt snel achter Michiel aan. Michiel ploft ergens neer en Sander gaat snel naast hem zitten. Het valt hem op dat alle stoelen achterstevoren zijn geplaatst. Zodat je met je rug naar de bestuurder en met je gezicht naar het gordijn in het achterdeel van de bus zit. De anderen komen nu ook binnen en zoeken een zitplaatsje op. Iedereen kijkt een beetje onwennig om zich heen. Wat gaat er nu gebeuren? Meester Maurice stapt als laatste in. Hij knikt naar de chauffeur en zegt, goedenavond. De chauffeur kijkt hem niet aan en antwoordt niet. En onder zijn grote pet is zijn gezicht helemaal in de schaduw. Oké, goed. Jongens, is iedereen er? Zegt Maurice. Gretsie, het is hier smerig, roept Jules opeens. Moet je zien, overal spinnenwebben. En ze wijst met haar vinger naar het plafond, waar overal in de bus spinrag hangt. Iiii, een vleermuis, gilt Joris. En hij slaat wild met zijn handen boven zijn hoofd in de lucht. Hier ook, roept Ruud. En bij mij ook, schreeuwt Emmanuel. Meester, het stikt hier van de vleermuizen. Michiel reikt over de rugleuning van Joris heen en grijpt het fladderende wezentje boven Joris' hoofd beet. Plastiek, zegt hij. Net echt, dat wel. Het ding hangt aan een elastiekje aan het plafond. Kijk maar.
Hij laat de vleermuis los en die begint onmiddellijk opnieuw boven Joris' hoofd te dansen. Plotseling schalt er een keiharde lach door de bus. Welkom in de griezelbus, zegt de stem. Iedereen, ook meester Maurice, kijkt verschrikt naar het gordijn, want de stem komt daarachter vandaan. Alleen Lieselore beweegt zich niet. Ze zit ver, ver van het gordijn, achter de bestuurdersplaats, met haar handtasje op haar knieën en haar handen er netjes overheen gevouwen. Ratelend schuift het gordijn open en daar staat iemand. Hij draagt een zwart pak en een mantel die vol hangt met bordjes. Om zijn nek hangt een ketting van tanden en kiezen. Hij heeft een boek onder zijn arm en een glimmende gouden ring in zijn linkeroor. De ruimte achter hem is nog steeds stikdonker. Nogmaals, welkom in de griezelbus, zegt hij met een brede glimlach. Ik ben Onnoval, jullie reisleider zal ik maar zeggen. En dit wordt een rit die jullie nooit zullen vergeten. En zijn glinsterende ogen dwalen over de gezichten van de leerlingen. Net een goochelaar, zegt Michiel. Of een ex-tandarts, zegt Sander, die met een frons naar de tanden en kiezen om de hals van de schrijver kijkt. Zouden die echt zijn, denkt hij. En die bordjes? Wat een engert, fluistert Annabel. En ze heeft al half spijt dat ze zich voor deze rit heeft opgegeven. Maar het is nu eenmaal kinderboekenweek en in die week doet school altijd iets leuks. En de groep, de hele groep doet mee en daarom kon Annabel moeilijk achterblijven. Ik hou helemaal niet van giezelen, fluistert ze tegen Lieselore naast haar. Ik geef er ook niks om, zegt Lieselore zacht, zonder Annabel aan te kijken. Ik ga alleen maar mee omdat ik anders toch de hele avond alleen thuis zit. Mijn ouders zijn altijd weg. Haar handen frunniken aan haar handtasje. En Annabel kijkt schuin naar Lieselore. Eigenlijk is Lieselore een beetje zielig. Ze is altijd stil in de klas en niemand let op haar. Ze gedraagt zich onopvallend, waardoor het soms net lijkt of ze onzichtbaar is. Onnoval lacht hartelijk en zijn stem klinkt opeens zacht en vriendelijk. Ik hoop dat jullie niet te erg geschrokken zijn. Ik verwelkom mijn gasten altijd op deze manier. Dan komt iedereen alvast een beetje in de stemming. Het gaat deze avond tenslotte om griezelverhalen, nietwaar? En met langzame passen loopt hij naar voren. De bordjes die met touwtjes aan zijn mantel vastzitten, klepperen bij elke stap. Moet je zien, hij hinkt, fluistert Sander. Misschien heeft hij wel een houten poot. Dat is vast ook nep, net als die vleermuis en die bordjes, zegt Michiel. Een trucje om er interessant uit te zien. De schrijver stapt trekkend met zijn been langs Michiel en kijkt even naar hem. Een glimlach flitst over zijn gezicht. Het is niet duidelijk of hij de opmerking van Michiel gehoord heeft. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, is de bus versierd met enige attributen die de kunst van het griezelen bevorderen. Maar vergis je niet, hier of daar kruipt er misschien wel een echte spin rond. En hij knipt oog naar Annabel, die wantrouwend het plafond afspeurt. Meester Maurice stapt naar voren en steekt zijn hand uit. Dag meneer Onnoval, het begin is veelbelovend. Ik moet zeggen, echt veelbelovend. Bij de meesten zit de schrik er al aardig in, geloof ik. Ik denk dat iedereen nu wel klaar is voor de rit. De schrijver, P. Onnoval, knikt en strijkt met zijn hand zijn glimmende zwarte haar naar achter. Hij heeft een hoog voorhoofd en dikke, borstelige wenkbrauwen. Mooi, mooi. Ik zal jullie even voorstellen aan de persoon die vanavond jullie bestuurder is. Hij heet Beentjes. Beentjes, laat je gezicht even zien en begroet onze gasten. En iedereen kijkt om naar de chauffeur. Voor het eerst komt er beweging in hem. Hij draait zich om en licht heel even zijn pet op. En op hetzelfde moment beschijnt een spotje zijn gezicht. Het is een doodskop met diepe zwarte gaten waar ogen horen te zitten. Iedereen schrikt zich rot. Kreten van ontzetting. Alleen Lieselore geeft geen kick. Maar zij heeft zich dan ook niet omgedraaid en niet gezien wat er achter haar rug afspeelt. Michiel is ook opgeveerd, maar hij herstelt zich snel. Een masker, zegt hij op onverschillige toon. Je kunt die dingen in elke feestwinkel kopen. Met carnaval heb ik er zelf ook één gedragen. Natuurlijk, Michiel heeft gelijk. Nu ziet iedereen het. Een masker, wat had je anders gedacht? Sander kijkt Michiel aan en giechelt van opluchting. Daar waren ze met z'n allen toch maar mooi ingestonken. Een masker in een griezelbus met een zekere P. Onnoval als begeleider? Nou, ik ben benieuwd. De schrijver glimlacht weer en haalt zijn schouders op. Geintje,
Het heeft elke keer weer succes en daarom kan ik het niet over mijn hart verkrijgen het uit het programma te schappen. Ik wist het wel hoor, zegt meester Maurice. Waarom trilt uw stem dan zo, meester? Roept Jacob. Hilariteit, de meester is net zo geschrokken als de anderen. De schrijver bekijkt de gezichten van zijn gasten met duidelijk plezier. Start de motor maar vast, zegt hij. De chauffeur heeft zijn pet inmiddels weer opgezet om zonder het masker af te nemen en draait het sleuteltje in het contactslot om. De bus begint te ronken. Snel loopt de schrijver terug naar het gordijn. Hij trekt aan een koord, waardoor de achterste helft van de bus verlicht wordt door diverse spots. De zitplaatsen zijn er uitgesloopt en hebben plaatsgemaakt voor een lange houten tafel. En op de tafel zijn een aantal voorwerpen uitgesteld. Wat krijgen we nou, zegt Michiel. Een vlooienmarkt. De voorwerpen op de tafel zijn een schilderij, een bouwdoos, een beschilderd stuk hout, een babyfoon, een taart met 12 kaarsjes, een bakje gras, een bemodderde laars en een dik stuk touw in de vorm van een strop. Naast de tafel staat een grote, met leer beklede leunstoel. De schrijver loopt naar de tafel toe en steunt hem met een hand op. Ik hoor jullie denken, rara, wat is dat voor rommel? Hij knipoog naar Michiel. Het is niet voor een vlooienmarkt. Ik zal het uitleggen. Elk van deze voorwerpen heeft een verhaal te vertellen. Ook de stoel, maar die is natuurlijk te groot om op tafel te zetten. Al die verhalen staan in mijn nieuwe boek, een bundel Gieselverhalen. En het boek heet De Gieselbus, net zoals de bus dus. We vertrekken nu en tijdens de rit zal ik jullie de verhalen voorlezen. Het zijn er 10. Michiel, die goed naar de voorwerpen gekeken heeft, steekt meteen zijn vinger op. Meneer Onneval, zegt u. 10, zegt u, maar ik tel maar 9 dingen, inclusief de stoel. Goed geteld, jongen. Jij bent de slimmerik. Dat heb ik al gemerkt. Hier zien jullie meester Maurice en P. Onneval. Ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Ja, laat je niet gauw in de luren leggen. Als Michiel een lamp was, zou hij nu licht geven van trots. Maar toch heb ik 10 verhalen, gaat de schrijver verder. Bij het laatste verhaal hoort geen voorwerp. Bij dat verhaal hoor ik zelf. Het gaat over iets wat ik beleefd heb toen ik ongeveer zo oud was als jullie. Volgens mij is dat een smoesje omdat er 1 ding tekort komt, fluistert Michiel tegen Sander. Meneer P. Onneval kijkt in het rond. Nog vragen? Nee? Dan heb ik nog een vraag. Wil de meester hier naast mij in deze makkelijke leunstoel komen zitten? Het is een comfortabele stoel die ik altijd reserveer voor de meester. Wat een eer, zegt de meester, Maurice, en hij doet wat hem gevraagd wordt. Heerlijke stoel, mompelt hij. Ik denk dat ik hier niet meer uitkom voordat we thuis zijn. En de schrijver glimlacht. Dat moeten we nog maar afwachten. En meester Maurice kijkt P. Onneval verbaasd aan. Wat bedoelt hij nou weer met die opmerking? Maar de schrijver heeft de strop van de tafel gepakt en slaat zijn boek open. Dit is een strop, zegt hij. Lang geleden werden misdadigers opgehangen aan zo'n stuk touw. En in sommige landen gebeurt dat tegenwoordig trouwens nog steeds. Het eerste verhaal dat ik ga vertellen is het verhaal van deze strop. Rijden maar, beentjes! En de gieselbus vertrekt. En het wordt doodstil als de schrijver begint voor te lezen. Nou, willen jullie meer horen over de gieselbus? Het boek is natuurlijk te krijgen in de bibliotheek. Tot en met 17 jaar kan je je gratis lid maken van de bibliotheek. En wij gaan straks verder met het verhaal van de gieselbus. En dan heb ik een opdracht erbij. Bedenk jullie eens samen met elkaar wat jullie het allerengste gieselverhaal vinden, wat jullie ooit gehoord hebben. Stuur het naar mij door op kindgerichtwerken@gmail.com. En dan krijg je vanzelf wel een keer een antwoord. Dus doen jullie gezellig mee met KGW, luister en doe mee. Wat is jouw engste gieselverhaal of spannendste verhaal wat je ooit gehoord hebt? Let me know! Doeg, tot straks om 2 uur!